Ik shop hier nog even verder. Kunnen jullie kijken naar Marco, die een apparaat van de toekomst laat zien. Over 10 jaar is het de normaalste zaak van de wereld. Alles wat je nodig hebt, print je uit. En dan heb ik niet over boodschappenlijstjes, maar over schoenen, servies en zelfs spelletjes. Duizenden vrijwilligers over de hele wereld werken mee aan deze ontwikkeling. Een van hen is een Tilburger die werkt aan de ontwikkeling van deze gadget van de toekomst, de RapRap. Hoi, Marco. Ik ben Erik, kom binnen. Dit is hem dan. 3D-printers bestaan eigenlijk al heel erg lang, maar niet voor huis, tuin en keukengebruik. En die is Erik aan het ontwikkelen. Het grote verschil zit hem eigenlijk in de prijs, want voor industriële printers betaal je tonnen. En deze kost slechts €350. Dan wil ik natuurlijk weten, hoe werkt het? Nou, je bedenkt wat je wil gaan maken of wat je wilt downloaden van internet. Je kunt een model downloaden en dat vervolgens naar de machine sturen. Okay. En die gaat het dan opbouwen, laagje voor laagje. En wat voor materiaal kun je daarvoor gebruiken dan? Nou, er zijn, zoals je daar ziet, allerlei materialen zijn er mogelijk. We kunnen ook steeds meer werken met bijvoorbeeld andere materialen zoals keramiek en chocola. En zo zijn we met meerdere dingen aan het experimenteren. Chocola zelfs. Ja. Zeg, wat ga je voor mij maken? Een iPhone docking station. Leuk. Nou, ik zou zeggen, zet hem aan. Ja, is goed. Toegegeven, het ziet er technisch en ingewikkeld uit. Maar ja, dat was vroeger met onze computers natuurlijk ook zo. Nu zijn er leuke kleine voorwerpen, zoals bijvoorbeeld fluitjes, beeldhouwwerken en zelfs schaakstukken. Maar wat wordt het in de toekomst? Nou, we kunnen natuurlijk steeds meer maken met deze technologie en ook steeds mooiere voorwerpen. En ja, dat wordt alleen maar uitgebreid. Kun je wat voorbeelden noemen? Nou, we zijn nu bijvoorbeeld bezig om te zorgen dat je schoenen kunt printen. En stel je hebt even later een grotere maat nodig, dan kun je een beetje plastic toevoegen. Dan recycle je het plastic wat je al hebt en je print het één maatje groter. Nou, hartstikke handig natuurlijk als je opgroeiende kinderen hebt. Zeker weten, ja. En je kunt zelfs dingen printen die niet in een winkel verkrijgbaar zijn. Bijvoorbeeld dit. Wat is dit? Dit is een tandpasta tube uitknijper. Hartstikke handig natuurlijk. Ja, hij doet het echt goed. Zelfs hele specifieke producten die je eigenlijk niet in de winkel kunt krijgen, die kun je natuurlijk zelf gaan maken. Dus alles wat je kunt bedenken, kan werkelijkheid worden. Hoeveel kost het nou om zo'n docking station te printen? Nou, dat zal ongeveer 20 cent aan plastic kosten. Ja, de materiaalkosten zijn zo laag dat je echt leuke dingen kunt gaan uitproberen, nieuwe dingen ontwikkelen. Iedereen kan dat? Ja, over een tijdje wel. Oké. Je moet natuurlijk wel een beetje handigheid hebben, want ik zie mijn oma dat niet doen. Nee, klopt. Ja, vroeger bouwden veel mensen ook zelf hun computer in elkaar. En ja, dat hoeft natuurlijk nu ook niet meer. Nu koop je hem kant-en-klaar. En hetzelfde gaat met 3D-printers gebeuren. De docking station is klaar. Hij is zelfs nog een beetje warm. Het kost slechts 20 cent om te maken. Wil je meer weten over deze RapRap? Pas perfect trouwens. Surf dan even naar onze website.